Hallo, wat super, super leuk dat je luistert naar de aller, aller, allereerste aflevering van de Marketing met Impact podcast. Deze podcast is voor jou als je een online ondernemer bent die meer wil leren over online marketing, contentstrategie, social media. En als ondernemer op een manier die bij jou past, die bij jouw bedrijf past en bij jouw waarde past, voor jou heel belangrijk is. Ik zal me even heel kort voorstellen. Mijn naam is Paulien Bierik. Ik ben businesscoach met ruim 17 jaar ervaring in de online wereld. En ik help met name coaches en experts om online zichtbaar te worden op een authentieke manier. En zelfs als ze een hekel hebben aan social media en zonder vreselijke verkooptechnieken. En ik ben deze podcast begonnen omdat ik een aantal dingen zie in de online marketingwereld die mij als business coach en als ervaren ondernemer enorm frustreren. Omdat ze het volgens mij voor online ondernemers lastig maken om succesvol te worden. En deze podcast is er om jou een soort tegengeluid te geven op wat er meestal geroepen wordt in de online marketingwereld. Zodat je sneller meer resultaten kunt halen. Dus ben je er klaar voor? Hier zijn de vier frustraties die ik heb uh, met hoe er in de online wereld informatie gedeeld wordt. En ook de vier fundamenten van deze podcast. En ik denk dat je daarmee ook meteen weet of deze podcast iets voor jou is. Let's go. En de eerste is. Dat ik vind dat heel veel mensen, die andere mensen dingen leren. <coughs> Sorry, heel erg focussen op dingen die moeten. Jij moet elke dag tussen de acht en tien stories plaatsen, anders word je niet succesvol. Jij moet zo snel mogelijk tienduizend mensen op je e-maillijst hebben, anders word je niet succesvol. Jij moet Instagram Reels doen. Jij moet elke dag vijf nieuwe mensen leren kennen en een DM-gesprek met ze aangaan. En dan moet je een week later weer op terugkomen, anders kun je niet genoeg groeien. Jij moet, jij moet, jij moet. En het is heel logisch dat mensen dit zeggen, want door jou te zeggen dat je iets moet, moet jij ook hun programma kopen. Maar als jij dingen doet omdat die dingen moeten, dan is volgens mij de kans dat dat gaat lukken niet zo groot. Ten eerste omdat je er dan met de verkeerde energie aan begint. Uh, als jij iets doet omdat het moet, dan heb je niet de juiste energie. En waar je met de verkeerde energie aan begint, dat lukt niet. En ten tweede, omdat het echt heel lastig is om consistent te zijn met iets als je het alleen maar doet omdat het moet. Dus als jij iets doet omdat iemand anders het tegen jou gezegd heeft, dan ga jij dat niet maanden volhouden. En laat consistentie nou net iets zijn wat super, super belangrijk is als je zichtbaar wil worden en wil groeien in de online wereld. Dus. En mijn boodschap, die nog wel vaker zal terugkomen in deze podcast, is: jij hoeft helemaal niets. Jij hoeft niets, er is niets dat moet. Jij kan je bedrijf laten groeien op je eigen manier. Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die wel verstandig zijn om te doen. Ik zeg niet dat je zonder iets te doen je bedrijf kan laten groeien. Er zijn zeker een paar dingen die echt wel verstandig zijn en waarvan ik je aanraad om ze elke dag te doen. En daar gaat de volgende aflevering van deze podcast over. Bijvoorbeeld, als je geen content maakt, dan wordt het allemaal wel heel lastig. Maar hoe je dingen doet, welke content je maakt, hoe die content eruit ziet, waar je die content publiceert, waar die content over gaat, um, dat mag je allemaal zelf besluiten. En als jij de dingen doet waar jij achter staat, dan wordt alles zo ontzettend veel makkelijker, dat kan ik je beloven. Dus, frustratie 1 en mijn kijk daarop is: als mensen tegen je zeggen dat dingen moeten. Moeten, dan kun jij tegen jezelf zeggen: ik hoef helemaal niets. Ik kan ondernemen op mijn eigen manier die bij mij past. En ik hoef niet te luisteren naar wat iemand die mij een programma wil verkopen zegt hoe ik per se iets moet doen. Nou, dat was frustratie 1. Mensen die zeggen dat je bepaalde dingen per se moet doen. En frustratie 2 lijkt daar eigenlijk wel heel erg op. En dat is mensen die zeggen dat jij hun methode kan kopiëren om succesvol te worden. Dus mensen die zeggen, ik geef jou het exacte vijf stappenplan wat ik gevolgd heb om 100.000 Instagram volgers te krijgen. Of nog erger, mensen die zeggen, ik geef jou 100.000 100 kant-en-klare posts die jij gewoon kan copy-pasten en op je Instagram kan zetten en daarmee word jij succesvol. Um, ik denk dat het niet werkt als jij iemand anders methode kopieert. Ten eerste, omdat... Iedere persoon anders is, ieder bedrijf anders is. En dat de kans dat iets wat voor één persoon gewerkt heeft, ook gaat werken voor jou, gewoon klein is. Be real, die kans die is echt niet zo groot. En ten tweede, omdat ik erin geloof dat alles wat jij creëert, jouw persoonlijke energie bevat. Dus als jij content schrijft, dan is dat jouw persoonlijke energie. En mensen kopen jouw persoonlijke energie. Uh, mensen kopen waar jij voor staat, hoe jij praat, hoe jij dingen uitlegt, hoe jij dingen... Uh, hoe jij mensen inspireert. En als jij iemand anders gaat lopen kopiëren, dan gaan mensen die jouw content liken, die gaan die andere persoons energie uh, kopen. En als ze dan met jou in een verkoopgesprek komen, en jij praat ineens heel anders, en jij bent ineens heel anders, dan denk je... Hm, ik heb deze persoon gezien op social media, maar nu zie ik haar in het echt. En nu... Uh, is het, lijkt het wel een heel ander persoon te zijn. Dus het kopiëren van wat andere mensen doen, en dan vooral het letterlijk kopiëren, bijvoorbeeld door het kopen van uh, e-mails of het kopen van uh, posts, maar ook het kopiëren van een stappenplan, is in mijn ogen. Geen goede manier om succesvol te worden. Het is wel een goede manier voor iemand anders om rijk te worden door dat programma te verkopen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, zichtbaar gaat worden en gaat verkopen op een manier die past bij jouw persoonlijkheid en bij jouw normen en waarden en bij jouw bedrijf. Dus kopiëren van andermans spullen is in mijn ogen niet de beste manier om zichtbaar te worden. En jij zult dus je eigen weg. Mogen vinden, maar ook moeten vinden. Met jouw eigen boodschap. En heel belangrijk, met jouw eigen energie. Want mensen kopen jouw energie. <coughs> dus, dat was frustratie nummer 2. Copy-paste strategieën. En dan gaan we nu verder met uh, frustratie 3. En ik denk dat je deze wel herkent. En dat is te veel focus op perfectie. Wat ik zie. En dat geldt, denk ik, zeker in Instagram-land, maar ook op websites of op Facebook. Is dat er heel veel focus is op perfecte foto's, perfecte verhalen, alleen maar Halleluja-verhalen. Uh, perfect mooi gestylede websites met perfecte teksten. En als jij een beginnende ondernemer bent en je wilt proberen te lijken op die mensen die alles perfect doen, dan is dat heel erg moeilijk. En waar, wat ik vaak zie waar dat toe leidt, is dat je dan dus maar niks doet. Want jij wil ook een perfecte Instagram feed. Jij wil ook die perfecte fotoshoot. Jij wil ook die perfect mooie website. Jij wil ook die gratis weg, weggeven met daaraan vast een hele grote funnel met automatische e-mails. Het moet allemaal perfect. En ik denk dat dat. Uh, het, dat, dat brengen van dat perfecte verhaal. wat veel mensen in de online space doet dat dat heel veel startende ondernemers juist verlamt en dat het niet helpt om te zien hoe succesvol iemand is, hoe perfect hij eruit ziet, hoe perfect als een post zijn. Het helpt juist als je dingen op een niet perfecte manier mag doen. En de mantra die ik daarbij altijd gebruik is: done is better than perfect. Het is veel belangrijker dat jij gewoon iets doet dan dat het perfect is. En ik ga binnenkort zeker een aflevering opnemen over deze podcast die ik nu ben aan het maken. Want ik had een cursus gedaan over hoe je moet podcasten. En die hele cursus ging alleen maar over hoe je de perfecte podcast maakt. En ik had die cursus af en ik dacht echt, oh mijn god, dit kan ik helemaal niet. Dit wil ik helemaal niet. Ik, ik wil helemaal niet de perfecte podcast maken. Dat gaat me zoveel tijd en stress en energie kosten. Maar toch dacht ik dat ik de perfecte podcast moest maken. Want ik had een cursus gedaan bij iemand die ten slotte een uh, expert was op het gebied van podcasten. Die ook weer die, dat gevoel, die focus op perfectie uh, door die hele cursus had, had ingebakken. En dat heeft mij echt twee jaar lang, want ik denk al twee jaar lang na over een podcast, heeft mij twee jaar lang verlamd om een podcast te doen. Dus ook voor mij geldt dat. En ik heb nu ook tegen mezelf gezegd. Don is better than perfect. Ik ga gewoon een podcast opnemen. Ik ga niet allemaal super ingewikkelde do dingen doen. Met video editen. En met uh, het perfecte geluid. En met de perfecte cover. En met de perfecte um, VA die mij hierbij gaat helpen. Ik ga gewoon praten tegen mijn luisteraars. En dat is het. Dus uh, frustratie 3. Te veel focus op perfectie. Mijn manier van dingen doen is, done is better than perfect. Probeer gewoon dingen uit en durf ze juist niet perfect te doen, want daarmee krijg je ook weer veel sneller uh, resultaten dan als je wacht tot je het perfecte, de perfecte manier kent. Dus om nog even mijn drie uh, fundamenten tot nu toe samen te vatten: jij hoeft helemaal niet. Je moet je eigen manier gaan vinden met je eigen energie. En je eigen manier van marketen en verkopen die bij jou als persoon past. En je kunt niet van iemand anders iets zomaar kopiëren. En done is better than perfect. Je hebt toestemming om dingen te doen op een niet-perfecte manier. En dan komen we alweer bij de laatste. En dat is denk ik ook wel een belangrijke. Wat ik heel veel zie in hoe um, er informatie verstrekt wordt... over marketing, geld verdienen, klanten binden... Uh, zichtbaar worden, is dat er of alleen maar gefocust wordt op mindset, uh, bijvoorbeeld uh, law of attraction, manifesteren, dat soort dingen, of juist alleen maar gefocust wordt op strategie. En veel ondernemers zijn dol op de law of attraction en ik zelf ook, maar ik denk wel dat de law of attraction niet voldoende is. En ik heb een tijd geleden bij een hele goede coach van wie ik super veel geleerd heb, Um, een programma gedaan over energie en Law of Attraction en hoe je daar uh, klanten mee kan aantrekken? Maar het grappige is, ik heb uit dat programma zelf ook klanten gekregen die tegen mij zeiden. Ja, Pauline, ik ben helemaal klaar voor om te manifesteren. En mijn vibratie gaat Through the Roof. Maar ik heb gewoon geen idee hoe ik een uh, post moet schrijven. Dus wil jij mij helpen? Om gewoon heel concreet samen aan de slag te gaan. Zodat ik leer hoe ik een website moet maken. En hoe ik een post moet schrijven. Want ik kan mij willen manifesteren. Maar ik weet helemaal niet hoe dat moet. Dus alleen maar focussen op mindset is in mijn ogen. In de online wereld niet voldoende. Je zult ook moeten leren hoe dingen dan werken. En aan de andere kant. Alleen maar focussen op strategie. Hè, welke stappen moet je nou ondernemen. Dat is vaak ook niet genoeg. Als er juist een mindset stuk mist. En als je mindset. En strategie allebei te pakken hebt, dan zul je toch ook nog moeten leren hoe dingen dan moeten. En ik heb eh, om ter voorbereiding van deze podcast. Heb ik allerlei ondernemers geïnterviewd en ook gevraagd. Wat, wat vind je leuk aan podcasts? Wat mis je nog aan podcasts? En heel veel mensen zeiden eigenlijk allemaal hetzelfde. Eh, podcasts zijn heel inspirerend. Podcasts zijn heel erg leuk. Maar als ik een aflevering geluisterd heb, dan weet ik nog steeds niet precies. wat ik nou moet doen. Wat zijn nou de stappen die ik vandaag kan gaan doen om dit te implementeren? En dat is dus mijn vierde belofte aan jullie in deze podcast: is, ik zal het een combinatie maken van mindset. Dus de juiste mindset om je doelen te bereiken, super belangrijk. Dan strategie, dat is welke stappen moet ik nou nemen om dat doel te bereiken. Maar dan ook actie en implementatie. Dus hele concrete afleveringen zoals. Um, hoe schrijf ik een goede post? Of hoe vind ik nou hashtags? Zodat je ook gewoon hele concrete tips krijgt om um, aan de slag te gaan met je zichtbaarheid en met je content en met je social media. Dat zijn mijn vier beloftes aan jou van deze podcast. Um, ja, dus met deze podcast wil ik jou leren hoe jij je eigen pad kan kiezen in de online wereld zodat jij zichtbaar kan worden op een manier die goed voelt. En ik zal altijd ingaan op het waarom van bepaalde strategieën. Vind ik heel belangrijk. Ik zal je altijd uitleggen waarom iets belangrijk is, zodat jij snapt waarom het belangrijk is en zodat je kan besluiten of iets bij je past. En daarna zal ik ook ingaan op hoe die strategie in het grotere plaatje van ondernemen past en hoe jij dit kunt gaan uh, implementeren in jouw eigen business. We zullen het gaan hebben over social media, met name Facebook, Instagram en LinkedIn. Content, zichtbaarheid, verkopen, mindset-hobbels en alles wat te maken heeft met online marketing en ondernemen. Ik heb er reuze veel zin in en ik hoop jij ook. En tot de volgende keer. Doei!